dagen wij jou uit om altijd minstens 1,5 meter afstand te houden tot andere bezoekers. Dat wil dus zeggen, niet aan dezelfde tafel gaan zitten als waar de andere bezoekers zitten. Goedemorgen, dames en heren. En leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Fans. En ben in Plopsaland van een leuke dag mee gaan maken vandaag. Zijn hier nog maten, dus zo zijn. Enjoy! Mensen, er komt vanaf zaterdag met kerstdag iets nieuws hier in Plopsaland. Er staan hier projectoren, boksen, er is hier een sneeuwautomaat, er is hier van alles en nog wat. Zo, vanaf zaterdag kun je hier op de gevel van Mayaland genieten van een splinternieuwe show. Een beetje vergelijkbaar met die van Disney. Maar ja, goed, ik ben benieuwd. Dus kijk er naar uit, er zijn 3 projectoren staan, hier hebben ze er en dan daar aan de andere kant hebben ze er nog 2 staan. Het wordt de moeite. En bij deze wens ik jullie alvast een vrolijke kerst en fijne feesten. Zaterdag 25 december kun je hier aan de gevel van Mayaland genieten van een projectieshow die wel een beetje gelijkaardig is zoals die van Disney. Maar met Studio 100 figuren. Nu, we gaan het ontdekken. We gaan zaterdag komen kijken. Mensen, we zijn in Plopsaland, ben hier blijkbaar niet alleen. Jullie kennen ze ondertussen al. Het is niet een Jeffrey, maar het is al iemand anders. Wat zijn er voor beest vandaag? Kijk, de tijger. Dat is de tijger. Nou, dat met kerst. Ai. Ik heb niets van kerst. Just a kerstmis, dat is al dat kerst. Wel? Ja. En je herinnert hier oortjes. Nee. Jammer. Maar ja, Jan had dat waarschijnlijk niet echt vinden dat de tijger is. Hè? Cool. Ah ja, hier is het van het vuur. We voeten hem eigenlijk wel goed. Zou dat warm genoeg hebben? Zo is wel vuur. Kunnen we dat proberen? We voeten hem zo warm. Boah, maar ja. Oh, maar kijk eens hoe warm dat is aan het kampvuur. Ik ga een leuke dat er iemand een sausje mee heeft kunnen, maar een sausje roosteren. Broodje. Kan ook. Misschien moet ik me vragen aan die mensen dat een sausje net voor te roosteren. Ah ja, dat kan je altijd keer proberen. Dat is een barbecue, hè. Ja, maar hem zelf roosteren. Ja. Hier dan. Aan het kampvuurtje, is het gedacht? Ja. Of gaan we naar de lijst achter sausjes? Dat kan ook. Wat moet dat zo doen? Je kunt nog je bestaan aan de opladen. Ja, maar dat is een rooster, dat is een goed plan. Ja. Stel je voor. We gaan naar de lijst achter sausjes. Ja. Wat ga je doen? Oh man, hier is kerstmenu heb eten. Heel zou je dat mee doen? In principe is het niet verboden, hè? Ja, nee. Ja, ze moeten ook wel een groter worsten, hè? Ja, doe stokjes mee van tis. Ja. Dat heb ik niet mee. Alsof van die houten stokjes meepakken. Ja. En daar is dat ook... Je hand dit staan met je sausje. Ja, je hand dit trooi met je sausje, ja. Van die brochetjes, hè? Ja. Zond weer eruit ving, nee. Ja. En als je het hebt, wordt het meloes. Natuurlijk. Dan moet dat ook goed. In Toverland mag je dat doen, nee. Oh. Ja, in Toverland met je marshmallows roosteren aan het vuur. Dat is verplicht zelfs. Ja. We zijn zorgen dat je marshmallows niet aanbranden, nee. Ja, dat is normaal. Ja, anders zwarte marshmallows. Ja, hé, maar dat ligt dan nog niet onderschatten hoor, op dat gaat, hè. Ja, nee. Ik ben er niet van geweest.
het is een dingetje. Het is vandaag mega koud zoals je ziet. Mutsweer, handschoenweer, sjaalweer. Het heeft gevroren zoals je ziet. Kijk, het is nog altijd aan het vriezen. En wat betekent dat? Dat het vriest in Plopsaland. Dat betekent dat deze dame hier niet open is. Dus je kan daar niet op zitten. Je kunt niet naar het festival gaan. Dat is ook verboden vandaag. Want helaas moet het 4 graden zijn om niet open te doen. En ik weet wel van Plopsa, vanaf dat ze kunnen om open te doen, gaan ze zeker open doen. Maar ja, zolang dat blijft rond 2-3 graden draaien vandaag, gaat dat niet het geval worden. Dus ja, dat is een beetje een groot probleem, maar wel een keer leuk om naar een gesloten attractie rond te wandelen. We gaan daar wel een keer van profiteren vandaag. Ja, ik mag er eigenlijk toch niet op. Voor mij maakt dat niet uit, maar voor mensen die een entreekaartje betaald hebben, ja, dat is natuurlijk wel een beetje dikke pech. Dus ja. Maar goed, wie weet kun je binnenkort toch nog altijd hier op die attractie zitten en al van die toestanden. Het kan nog allemaal heel leuk worden. Dat hangt een beetje allemaal af wat België gaat beslissen van de OLAP. Het is hier gladder. Schaatsbaan is geopend. We moeten al niet meer op de schaatsbaan gaan voor te vallen. Je kunt hier ook gratis vallen. Op de brug? Vallen op de brug. Maar het is wel een mooie brug dat hij erdoor is. Jawel. Ja, mooi. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas. Everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Dashing through the snow in a one horse open.
Wikishop. Dames en heren, dat was de Wikishop zonder Wiki de Vikingspulletjes. Gek hè? De Wikishop zonder Wiki de Vikingspulletjes. Is bedrog? Vind je dat? Ik vind dat ze moeten geen Wikishop opvinden. Wat zou ze er wel moeten maken? Gewoon. All around shop. Ja, allee. Zo, staat dat Wikishop? Je bent niet van Wiki. Nee. Ze moeten toch geen Wikishop opzetten? Hè? Ja. Ja, maar misschien is er wel iets achter van Wiki. Misschien is Wiki overal bij al die werelden gaan kijken. Oh ja, dat kan ook. Ja, je weet dat allemaal niet. Maar goed, dames en heren, nu dat ik jullie toch terug in beeld heb en dat jullie kijken naar mijn mooi gezicht vol mondmaskers en mutsen en handschoenen en sjaals en naar deze mensen, heb ik iets te vertellen. Ik heb wel veel te vertellen, maar... Het is zo van, als je vandaag naar Plopsaland komt, dan je moet hier opletten, want je kunt hier vallen namelijk, want die tegels liggen hier los. Voilà, losse tegels bij Wikiland. Opletten dus, want je kunt daar namelijk vallen als je niet oplet. Maar goed, het is vandaag een beetje koud, zoals je al gezien hebt in deze video. In deze winterse sfeervideo, overal ijs en je moet opletten, want ik zou ook bijna vallen. Ik mag niet vallen, want ik heb al gevallen, want jullie weten dat. Maar... Al die grote attracties hier in Plopsaland, zoals deze man daar, die een beetje breed gezet is, dat is allemaal niet open. En hoe komt dat? Het is op dit moment ongeveer -2 graden. En voor bepaalde attracties open te doen, moet 4 graden zijn. Dus dat is al een probleem. Hé. Als het een beetje koud is, dan kun je hier helaas niet veel doen. Dus ja. Dus... Ik zou aanraden mensen, mocht je naar Plopsaland komen en je moet tickets kopen, ja, kijk dan eventjes naar de weersvoorspellingen, want als het vriest kun je hier niet veel doen. Heb je een abonnement, gewoon afkomen. Maar ja, vandaag zijn al die grote attracties helaas gesloten. Mensen, ik zou zeggen smakelijk. Ik heb hier ook een potje koffie gekocht. We gaan daar een keer van proeven van de machine. Want ondertussen weet ik ook al dat meneer de kampioen geen te vette koffie heeft. De Panos heeft ook geen te vette koffie.
En de machine had ook geen te vette koffie. Oei. Nu, het is een beetje crisis en ik heb mijn stutjes mee. Voilà. En ik zal zeggen, smakelijk. Ik ga het dan ook een keer proeven. Vrees dat ik ook gewoon teleurgesteld zijn, want ik zie een Paris deuren. Maar ik ga wel een stutje eten. Hohoho, ik de keer hier zijn. Een goed stutje zijn. Smakelijk is hè. De moment supreme. Koffie van de machine. Oei. Oei, oei. Het smaakt naar water. En een beetje koffie. Ja, niet te dat. Ja. Lekkere koffie. Hier zie je. Dat gaan we ermee doen. De mullenbanden erin. Zo goed is. Moet er iemand een potje koffie, hè? Dat is speciaal. Het is met mullenbanden smaken. Nee? Dan heb je nog een beetje plastic smaken, zeg. Het is rioolwater met mullenband en plastic. Oei. Voilà. Rioolwater met mullenband en plastic. Ja? Moet je een beetje? Nee? Iemand? Iemand van de kijkers? Beetje rioolwater met mullenband en plastic? Ja, goed, nee. En al een beetje goed koffie, hè? Ik zeg. Hopla, we gaan brave zijn. We gaan die rioolwater met mullenbanden smaken en plastic in de vulbak komen. Voilà. Wat doen we ermee? €4. €4! Ja. Voor de vulbak te veel mes op. Erg, hè? Ja. Vond je het heerlijk goed koffie? Nee. Zou je er nog komen? Nee. Nee, zeker niet. En wat vind je goed koffie? En proef zo hotel. Voorlopig nog. Hoeveel geld zal je meenemen? Zolang dat de koffieboord strekt. Maar misschien moeten we dat een keer gaan proberen. Waar vinden we goed koffie? Zou de baron zijn in het Popstar Hotel? Van mijn keer galoer? Ja. Maar ik zou eigenlijk wel graag een goed potje koffie willen. We gaan de koffietest doen. Oh, mensen, we gaan de koffietest doen. En we hebben al ondervonden in het park dat we geen goed koffie gaan vinden. Dus moet me elders heen. En de enige plek waar je dat misschien nog zo kunt vinden, waar ik wel al goed gevaren heb, dat is in het Plopsa Hotel. Een ander probleem zou kunnen zijn dat de bar gesloten is. Dus het is een beetje drop of eronder. Een keer de test doen. Ja. En de test is, waar vinden we goed koffie op het grondgebied van Plopsaland? Dat is de nieuwste video. Ja. We hebben al een paar keer koffie getest. Hé. De kampioen, dat was like Madani. Die machine, dat was like ook Madani. En men nogthans die gebruikt, die vele gebruikt wordt. Ja. Dus dat is ook Danny. En nu gaan we naar het Plopsa Hotel. Koffie testen. We hebben hier ooit een keer, ja, met Jeffrey's verjaardag was dat ik hier was. En we zijn toen buffet gaan eten en we zijn toen hier in een bar, maar dat is nu helaas gesloten. Nog een tasse koffie kon drinken en dat was wel via goed, moet ik zeggen. Het smakte nog koffie. En van Plopsa term te zien is dat wel goed. Ja. Het was herrioolwater, het was niet erg. Het was echte koffie. En we gaan dat nu een keer opnieuw testen, om te zien omdat dat nog altijd even goede koffie is hier in het hotel. De koffie is aangekomen. En nu is de grote vraag, welke koffie is er beter? Hotelkoffie of parkkoffie? Maar een Rictal is zij al veel beter. Ja, dat is mooi. Daar gaat hij. Veel beter. Ah, voilà. Dus we gaan voor hotelkoffie de volgende keer. Ja. We gaan niet meer in het park koffie gaan drinken, we gaan hier in het hotelkoffie drinken. Ja, dat is best. Ja, maar ik ga een keer proeven van dat rioolwater. Is er rioolwater? Ja of nee? Nu is de vraag. Hè. Nee, maar dat riekt wel beter. Hè. Dat riekt beter. Ja, dat is wel wat beter. Ja, in het park is een slechter. Thank you.
Mensen die fan zijn van de Supersplash vandaag, in deze ijskoude temperaturen, is de Supersplash toch open. Ja, dat komt ook omdat het water niet bevroren is. Hé. Dus dat geluk hebben we nog altijd. Als het water niet bevroren is, dan kan dat open. We gaan nog een keer verder kijken. Hé. Ja. Langs waar gaan we? We moeten eigenlijk nog langs Prinsessia passeren. Ja. Ah, de Victor had een... Ja, ze zijn hem aan het proberen open te krijgen, maar er rolt weer achteruit. En wel, met dat ik er nu naartoe aan het kijken ben, valt hij juist achteruit. Dus met een beetje geluk kan ik dat wel filmen, maar ze waren dan aan het testen daarnet. En dat is niet gelogen. Maar ja, elke keer dat je het wilt filmen, is dat natuurlijk niet meer het geval. Hé. Dat is typisch. Hé. Het leven zit zo in elkaar. Hé. Je ziet iets, je wilt dat filmen en dan is het plots gedaan. Dat is het leven. Dus ja. Maar de Victor had geprobeerd te draaien, maar die valt terug achteruit. Maar we gaan toch passeren langs daar, dus het komt allemaal dik in hoor. Net op tijd. Dat vind ik nu eigenlijk nog een keer zo leuk aan Plopsaland. Hè. De hosting is er voor iets open te doen. We zijn nu continu bezig om de Victorsreis open te krijgen. En dat zou eigenlijk al, denk ik, vandaag een hele prestatie zijn, moesten ze die open krijgen. Het is wel al een beetje laat aan het worden. Rond 4 uur is het al een trein zeker? 4 uur? Ik weet er niet hoe laat dat is, maar het is alleszins niet meer vroeg. Wat? 10 voor 3. Ah, 10 voor 3, oei. Ik zat er serieus naast. Ja. Bijna 3 uur, oei. Ja, en ze gaan proberen de Victor open te doen. Dus daaraan zie je mensen dat de wil er toch is om iets open te krijgen, maar dat weer vandaag echt niet toelaat. Ja, men hier van een slechte koffiemachine. Oh ja, om daar verder over in te gaan. Het is ook een koffiemachine. We gaan naar Plopsa Hotel koffie gaan drinken. En ja... Ja, dat was betere koffie dan in het park. Ja. Aangezien dat wel van dezelfde firma is, vond ik de koffie in het Plopsa Hotel beter dan de koffie hier in het park. Dus ja. Maar de Ride to Happiness, dat gaat er toch niet meer in zitten vandaag. En Prinsessia Castillo. Ja. Dat heeft wel een keer een opknapbeurt nodig. Zeer prinseselijk is het niet, vind ik. Maar weet je wat ik niet snap? Men er eigenlijk vanmiddag over gehad, hè. Dus ja, het gaat misschien al een keer opgevallen zijn, eerder in deze video vandaag. Maar hier aan het water, aan dat groot gebouw daar aan het water, een beetje aan de zijkant, is dat redelijk ja, groen van mos en water en dergelijke. En dat is hier ook het geval. Maar wij waren vanmiddag... op de terras van meneer Spaghetti. En we kijken zo naar de hevel van Mayaland. En weet, Mayaland is geopend in 2011. Dat hier is opengegaan in 2016, als ik me niet vergis. Ja. En om eerlijk te zijn, ziet er dat al veel verloederder uit dan Mayaland. En ik snap dat niet goed. En dat is al van vorig jaar bezig dat ik dat zo zie. Dat kasteel eigenlijk echt wordt overgenomen van de natuur. En dat het kasteel meer en meer een soort... Ja, een vervallen kasteel. Nachtwachtkasteel wordt. Ja. Oftewel gaan ze dat ooit een keer vervangen, samengooien. Ja. Met die attractie hier, de nachtwachtflyer, samen met kasteel de nachtwacht of zo. Ja, dat kan. Maar... Het ziet er niet uit. Van binnen is het al mooi, we hebben dat een keer gedaan. Het is mooi verzorgd van binnen. Maar ja, het probleem is wel water. He. Dat is eigenlijk puur tot water dat zo geworden is. Maar het is jammer.
onder het hartje zie je het ook al. En, ja, en eigenlijk aan het Plopsa Hotel, aan de buitenkant, aan de Piratensuite, zie je dat ook al. Ja. Ik vind dat jammer. Ja, het is nog maar juist open. Ja, voor iets die er nog maar net staat. Ik vind dat jammer. Ja. En anderzijds, met de opening van de Ride to Happiness voor het personeel en voor de bepaalde YouTubers, waren ze de Leuvelland proper maken met de hoge drukreiniger. Dus zonder rode wel. En ik vind dat wel een keer leuk om dat te zien zo, van wat er gebeurt achter de schermen. En dat zijn zo van die unieke blikken dat je soms hebt. Ja. Van, ja, we mogen het park in, worden uitgenodigd, dat is leuk. En dan zie je wel van, ze doen on the road en dat zijn zo van die dingen dat je niet verwacht. Maar zo'n kasteel, ja. Ja. Het zou wel een keer een opknapbeurt mogen gebruiken. Maar ja, alles kost geld natuurlijk. Maar goed, ik heb zoiets van, als je iets zet van, ja, zorg dan ook dat het mooi blijft. En ja, het was wel heel mooi dat het klaar was, dat moet ik wel zeggen. Dat is heel mooi, maar het heeft weer een opknapbeurt nodig. En denk dat ik niet de enige ben, hè? Nee. Want ja, het is wel het eerste waarop dat je kijkt op meer, hè? Dat is het kasteel, hè? En dat je zo ziet dat over wordt genomen door de natuur, is het een beetje jammer, hè? Goed, de Victor's Race, dat ziet er naar uit dat dat misschien wel een keertje zou kunnen opengaan. Zoals ik al zei in de video, je weet dat als Plopsa iets open zou kunnen doen, gaan ze het zeker open doen. En je voelt wel dat de wil er is om iets open te doen. Ja. Ik weet wel niet hoe koud het nu is, maar het zit er nog altijd zeer koud uit. Ja. En er zit een klein beetje ijs op de baan zoals je ziet. Maar volgens mij is hier recent open. Ja. De Quadrigolster, als je een ritje wilt doen samen met Quadri. Nee. Is nu het moment? Ja, is het moment, ja. Als er iemand K3 wil opwarmen vandaag, het is het moment van K3 en koud. Ja. Dank deze aan. De Dino Splash. Dat was hier de grootste grap. Gesloten met je technische controle, het is open. Het wordt hier beter met een minuut. We doen hier weer een rondje in het park. En wat gebeurt er? We gaan alles te testen. Ja, zelfs Heidi de Rijt begint ze plots te testen. En zo te zien gaat die straks wel open gaan. Dus dat wil zeggen dat er op dit moment 9 op de 10 keer nog altijd de Ride to Happiness dicht is. De Anubis en de Draak. Ja. Ik denk, ja, misschien had de Ride to Happiness nog open vandaan, maar houden jullie op de hoogte. Maar eigenlijk is dat wel al een grote prestatie wat ze allemaal open krijgen. Ja.
Want eigenlijk is het nog aan het vriezen, of niet? Ik weet het niet. Zullen we daar een ideetje van hebben? Want deze splash hier is ook geopend. Ja. De Dino Splash noemt hij. En het schijnt, ik heb horen zeggen, dat er daar al ooit een keer iemand is opgegeten van een dinosaurus. Maar gelukkig zijn al deze bezoekers die de Dino Splash trotseren heel veilig. En komen ze er allemaal levend uit. Maar blijkbaar is er al ooit iemand een keer opgegeten geweest. Een plant of zo. Ja. Hij is daar een keer opgegeten van een dino, maar van de rest. Dat weten we nog niet. Nee, dat weten we niet. Maar goed. Gelukkig zijn plastieke dino's, hè. Ja. Zal u worden, hè, dino. Kijk ze, dames en heren. We praten erover. Hey, die de rijdt. Daar gaat hij. Yay! Ik mag daar niet op, maar het is wel leuk dat hij open is. Of open gaat. En daar is hij. Hij is er vandoor. Dus de wil is er toch hier in Plopsaland om iets open te doen. Ook al is het koud, de wil is er om iets open te doen. En dat is goed. Ik had het eerder in deze video, zoals je weet, over het Prinsessia kasteel, dat het zo een beetje aan het verloederen is. Maar ja, wat ik niet snap, en dat is eigenlijk wel tof, dat is ook het kasteel hier waar dat het raap zit. Want ja, dat ziet er toch wel allemaal netjes uit. Hè. Ondanks dat hier al zo lang staat, vind ik het eigenlijk echt wel nog heel mooi uitzien. Zonder veel roest, zonder veel groenigheid eraan. Allee. Ik vind dat raar. Ik vind dat gek. En goed. Ja. Dat valt echt wel op dat je zo rondkijkt in het park dat het Prinsessia kasteel zo een beetje een vergeten pareltje is. We weten wel ondertussen al, je hebt hier de draak zitten daar. En ja, af en toe werkt hij, af en toe werkt hij niet. Soms is hij een keer kapot, soms is hij een keer goed kapot. Maar eigenlijk over het algemeen vind ik persoonlijk dat het gebouw van de draak echt wel heel goed onderhouden is. Ja. En dat je daar, ja, kwam hier eigenlijk al zoveel jaar. En eerlijk gezegd, ik heb dat gebouw hier eigenlijk nog nooit echt in slechte staat gezien. En dat vind ik eigenlijk wel best jammer, want het valt echt goed op. Hey, dag Boomba. Dag Boombalo. Alles goed? Een vrolijk kerstfeest, hè? En een gelukkig nieuwjaar, hè? Hou je van pakjes krijgen? Cool. Jullie kunnen mooi dansen, hè? Ja, klopt. Yes, inderdaad. Goed, tot de volgende. Ik ga een attractie doen. Eentje dat ik mag doen, denk ik, hoop ik. Weet het niet, ik ga de carousel in. Ah, hier stond die ding, van de camping. Ja. Maar van een camping gesproken, mensen. Niet veel mensen weten dat, maar Plopsaland heeft hier een echte camping. En niet die van het camping Zonneke, maar Plopsa heeft een echte camping. Camping Village of zoiets is dat. Van Plopsa, dat ligt hierachter. Kan mijn tante wijzen dat je daar logeert en je wilt naar de ingang, mocht je heel de tour doen. Hallo. Hallo. Komt u maar bij. Dank u wel. Maar we kunnen hier slapen in de camping van Plopsaland. En dat is niet geloven, dat is echt de waarheid. Ik ga hier in de koets zitten. Ja. Ja, hier van voren. Ik ben hierin. Ah, oh, voilà. He. Hoe is het, man? Goed, hè? Goed, ja. Ja, tof, hè? Ja. Zijn mega Mindy, ik niet. Nee. Ik zie mega Toby. Yay!
Wow, dat beweegt. Hoe cool is dat niet? Wauw. Dat is dé attractie. Het is gewoon een kwestie van toch nog iets gedaan te hebben vandaag. Dat ik niet naar huis ga en zeg van, ik ben op Plopsaland geweest, ik heb niks gedaan. Jawel. Ik ben op de paardenmolen geweest. Heerlijk. Dat ik moet ervan profiteren, nee, dat ik iets mag doen. We waren één attractie vergeten die ook nog gesloten is vandaag en dat is hier de grote golf. Die had vandaag helaas... Ik denk dat gaan mijn woorden terugtrekken, die gaat precies wel open gaan. Want ze zijn aan mijn passen. Ja? Wat gebeurt er hier? Ik ging net zeggen, het gaat niet open gaan en met dat gezegd, het gaat niet open gaan, beginnen ze dat te testen. Ja. Zo van... Wow, en straks had de drag misschien nog open. Ja. Dus ja. Daaraan zie je, dames en heren, de hoesting is er om iets open te doen. Alsof ik het goed. Ja, dat is normaal, hè? Ja. Dat een codet. Ja. Dan nu een heel einde deuren, hè? Tegen dat een. Warm heeft. Ja. Mai. Dus ja, de hoesting zit erin om dat ding nog open te krijgen. Mensen, er is een dingetje. De attracties die vandaag op dit moment gesloten zijn, zijn nog altijd de grootste. De Ride to Happiness, de Anubis, de Draak. Misschien is die ondertussen wel al open. Ja. We zullen dat moeten bekijken. Wiki the Battle is gesloten. De grote golf is klaar om open te gaan. En de brandweer is dicht. Ja. Dus dat zijn de brandweer, de Battle, de Nanobies, de Ride to Happiness en dat heb ik al verteld. Wacht even, de brandweer, de Battle, de Nanobies, de Ride to Happiness en de Draak. Dat zijn 5 attracties over heel het park die gesloten zijn. Ja, ze hebben hun best gedaan vandaag. Ja. Ja, maar de Draak is misschien een vraagteken. We gaan daar nog een keer vlug naartoe gaan kijken. En ik kan ook nog iets vertellen. Dat ga ik wel vertellen. Ze gaan schilderwerken doen. Hier aan het kasteel. Ik heb het een keer gaan vragen. En ik heb daar antwoord op gekregen. En ze zijn ermee bezig. Dus het kasteel... Normaal gaan ze het al doen, maar door de COVID. Ja, normaal gingen ze er vandaag misschien aan werken. Of deze week. Maar goed, het wordt terug in een kasteel. En in het begin van deze video zei ik dat toch al een paar minuten geleden. In deze video had ik maar zeggen... Want het begin, amai, het zal wel een lange video zijn vandaag, maar goed. Maar het begin zei ik dat, ze gaan dat hier opknappen. Dus dat is goed nieuws. Vind ik goed nieuws. Maar ja, het is nog garantie ook hier, uiteindelijk. Hoe lang staat dat hier al? Ja, nog wel. Het is nog garantie. Ja, je hebt 10 jaar garantie op ons dat gebouwd. Dus ja. En het wordt weer een mooi kasteel. Dus... Volgend jaar dat je komt naar Plopsaland, wordt heel dat kasteel weer tip-top in orde. En ziet het er weer kasteel uit. Voilà. Ah, er is nog een attractie dicht, de dieren. Ja. Maar zijn er 6 die toe zijn? De nachtwachtflyer. Ja. Juist. Gingen die nog vergeten? Zo goed kennen we Plopsaland, hè, dat we de attracties al vergeten. Zo veel kunnen we dus komen. Ja, en toch kunnen we niet alles ontvangen. Nee. Erg, hè? Ja. En als het er dan niet is, gaan we het missen. Ja. Ongelooflijk.
Hij is echt eens één in de video. Oh. Ja, dat staat er nu op. Ja, dames en heren, de kerstboom staat er en dat wil zeggen dat het bijna kerstmis is. En bij deze is deze video ook afgelopen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen. Geniet ervan. Kom met volle teugen naar Plopsland, mocht dat nog kunnen. En ja, geniet ook met volle teugen van de feesten. Ik zal zeggen, abonneer op dit YouTube-kanaal. Vond je deze video leuk? Geef een duimpje omhoog. Laat ook een reactie na onderaan deze video. Altijd leuk om een reactie na te laten. En vergeet je niet te abonneren en deze video te delen op de social media. Ik zal zeggen, bye bye. Wil je K3 opwarmen? Ja. Ja? Allee, gaat er mee op de foto. Pak ze goed vast. Pak ze goed vast, wat je maar wilt. En dan kun je ze opwarmen. Ja. En neem ze mee naar Plopsaqua, in het bubbelbad. Ja. Je had nog privé afhuren voor u. Zo zou cool zijn vanaf die attractie te zijn. Ah nee, daar hangt er geen ijs aan op het andere bord. Maar goed, kijk, de K3 Goldster is ondertussen geopend. Mensen, vanaf vrijdag kun je hier een projectieshow zien op de gevel van Mayaland. En vrijdag is toevallig kerstdag. En bij deze wens ik jullie alvast een vrolijke kerst en fijne feesten. En ja, als het een beetje goed gaat, als we een beetje geluk hebben, dan gaan we vrijdag hier de projectie kunnen zien in Plopsaland de Pannen. En daar staat er een projector, Hinderver. Er staan er eigenlijk drie. Ja, drie bestaan er momenteel. Dus goed. Dat komt allemaal dik in orde. Mensen, we zijn in Plopsaland, ben hier blijkbaar niet alleen. Dus ik ben benieuwd voor vrijdag. Ik ga vrijdag een keer afkomen. Dus ik zou zeggen, enjoy, enjoy, enjoy. Zit ik weer in mijn vrijdag in mijn kop, hé? Ja, mensen, ik zeg ik altijd vrijdag, maar dat is geen waar. Het is vanaf zaterdag. Zaterdag 25 december kun je hier aan de gevel van Mayaland genieten van een projectieshow. Die wel een beetje gelijkaardig is, zoals die van Disney. Maar met Studio 100 figuren. Nu, we gaan het ontdekken. We gaan zaterdag komen kijken. Want ik ging weer bijna zeggen vrijdag. Maar ik snap niet goed waarom dat vrijdag in mijn gedachten heb. Ik weet het niet. Maar goed, de projectoren staan er. En ja, ik ben echt wel benieuwd wat het gaat zijn. Ik ben een beetje benieuwd, echt waar.